deuren op slot, geen mooie tas meer mee. En vooral de dagomzet zit in mijn BH tegenwoordig. Kijk uit met wat je zegt. Vandaag ga ik langs bij Tamara Elbas. Die is 2,5 jaar geleden beroofd. En enkele dagen geleden was de uitspraak. En die heeft heel veel opgeleverd. Niet voor het slachtoffer. 2,5 jaar geleden ben jij beroofd van je tas terwijl je in Amsterdam was. Wat gebeurde er toen? Ik was inderdaad een dagje in Amsterdam. In Amsterdam hebben we meerdere afslanksalons. Nou, die had ik allemaal bezocht en ik had de maand omzet opgehaald. Nou, ik had een aardige omzet bij me. En op een gegeven moment zet ik mijn tas neer op de passagiersstoel. En komt iemand aanrijden op een scooter en die trekt de deur open. En neemt mijn tas mee, inclusief de omzet. De tas was een Birkin bag. Nou, dat loopt ook wel aardig in de papieren. Dat mag wel kosten. En ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling dat ik die ooit zou kwijtraken. Je wordt beroofd, je gaat naar de politie en dan wat? Ik had eigenlijk verwacht dat de politie er helemaal geen werk van zou maken. Dus ik ben de dader achterna gerend. Ik heb foto's van hem gemaakt. Kenteken van zijn scooter heb ik opgeschreven. Vervolgens ben ik aan camerabeelden gekomen. De dag daarna werd ik benaderd door een designerwinkel. Gevestigd naast mijn hoofdkantoor in Rotterdam. En zij had een frambooskleurige Birkin bag aangeboden gekregen van iemand uit Amsterdam. Zij is naar Amsterdam gereden. Ik heb €1500 meegegeven en we hebben mijn tas teruggekocht. Maar dat betekende wel dat wij het telefoonnummer hadden van de dader, plus zijn WhatsApp-foto en ook zijn vingerafdrukken. Dus je zou zeggen, kat in het bakkie, je hebt zijn vingerafdrukken, je hebt ongeveer alles van hem. En toen heeft de politie hem toen aangepakt? Uiteindelijk verdachten ze mij in de eerste instantie van verzekeringsfraude. Want ja, het was natuurlijk wel allemaal heel erg toevallig dat de designerwinkel naast mijn kantoor kwam aanzetten met de tas. En jij wist op een gegeven moment wie de dader was en toch heb je 2,5 jaar moeten wachten. Het vonnis is dus een paar dagen geleden uitgesproken. Wat is het vonnis? Heb je het hier? Ik heb het vonnis bij me, ja, absoluut. Dus loop maar even mee. Ik dacht altijd dat het heel uitgebreid werd, zo'n vonnis. Maar het is één A4'tje. Wat is de straf nou? Een taakstraf bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 120 uur. Oké, wacht even, Tamara. Dus we hebben ongeveer €3000 aan contanten in de tas, plus portemonneetjes van dure merkjes, et cetera. Dan hebben we een Birkin-tas, een roze editie. Nou, toevallig ken ik die, dat is ook rond de 9k. Dus dan verdient deze schoffelaar ongeveer €140 per uur. Ik denk nog wel meer. Ja. Ik denk nog wel meer. Ja, misdaad loont in dit land. Ik kan er niks anders over zeggen. Oké, nou dan gaan we maar weer doorbuffelen voor de poent. Maar ik kan je geen goed nieuws brengen, helaas. Nee. En deurtjes op slot? Deuren op slot, geen mooie tas meer mee. En vooral de dagomzet zit in mijn BH tegenwoordig. Kijk uit met wat je zegt. Inderdaad, dat is een goeie. Knip hem maar uit. Joejoe, ben je nou nog steeds niet lid van Poont? Word vandaag lid en niet morgen. Klik op de link in de video of in de beschrijving. Doei!